Some of my colleagues will tell you that sex discrimination doesn't exist. A generation ago, my students would have been arrested for wearing the clothes that they do. 65 years ago, it would have been unimaginable that my daughter would aspire to a career. And 100 years ago, I would not have the right to stand before you. Ik ben enorm trots op haar, want eigenlijk alles wat er in Amerika nu gebeurt, ik heb haar 8 jaar gewoond in totaal, daar heeft deze vrouw ongelooflijk veel invloed op gehad. Ik zou graag de 4 panelisten die ik van tevoren had aangekondigd willen vragen om naar voren te komen. Rechts van mij, links van mij staat Lokke Morel, Mirjam van der Kaai, Ilse van Gasteren en Annelies van der Pauw. Welcome to Harvard Law School. I'm Ruth Bader Ginsburg. And why are you here, Miss Ginsburg? Occupying a place that could have gone to a man. You're the smartest person here, so just say what you know. Mr. Fitzpatrick. Ik zou jou graag willen uitnodigen om iets te vertellen. Zijn er momenten geweest in jouw leven, nou ja, toen je hier naar deze film keek, dat je dacht, wauw, ja, dat heb ik ook meegemaakt. Ja, nou, ik ben echt onder de indruk. Ik ken haar levensverhaal en toch ben ik weer helemaal... ik herken heel veel. Toen ik begon als advocaat was het echt nog dat het gebeurde dat zo'n cliënt binnenkwam en zei, ik wil geen vrouwelijke advocaat. Je kan het je niet meer voorstellen, maar zo is het. Toen ik opging voor partner was dat echt een issue dat ik een vrouw was. Ik was de enige die al kinderen had. Er waren 2 vrouwen al partner, maar die hadden geen kinderen. En soms ook geen man. Dus dat was een item. Toen heb ik daarna gezegd, ik wil heel graag partner worden. Maar ik ga jullie een jaar laten zien dat ik dit ook part-time kan. 80%. En toen heb ik iedereen op mijn kamer gehad om te zeggen, Lokke, ga gewoon die 80% doen, maar breng het niet op. Want dit gaat er niet doorkomen. Toen zei ik, nou, ik ga het toch doen. Toen kreeg ik de boordvoorzitter om te zeggen dat ik in principe trut was. Mind you, deze woorden. Uiteindelijk hebben ze het gedaan. Maar dat heeft een hoop credits gekost om dat te doen. Mirjam, jij hebt bij Clever Chance gewerkt. En jij hebt 2 jaar geleden besloten om de overstap te maken naar de rechterlijke macht. Zou je daar iets over willen vertellen? Ja, daar kan ik zeker iets over vertellen. Want dat heeft denk ik ook wel te maken met... het proces inderdaad, mannen, vrouwen. Ik heb heel lang bij Clever Chance gewerkt, 11,5 jaar. Heel hard, ik denk harder dan de meeste mannen daar. En ik had een peer waar ik eigenlijk al die jaren was precies hetzelfde moment begonnen. En in alles, in mijn hele carrière, eigenlijk als er keuze werd gemaakt, ging hij eerst. En ik was er eigenlijk vanuit gegaan, oké, ze vinden hem beter. Wat prima kan, hè? Daar is niks mis mee. Tot op een gegeven moment vanuit de partners kwam van, nou, wij vinden jou wat partnermateriaal, dus hoe gaan we dat doen? Ik zo, huh? Maar hoe werkt dat dan? Want die ander, de man, die gaat altijd voor. Je hebt mij nooit het idee gegeven dat jullie mij net zo goed vinden. Nou, dat kan dan zijn dat ik dan misschien te bescheiden ben geweest, maar ze hebben mij nooit dat signaal gegeven. Dus vanaf dat moment hadden we eigenlijk afgesproken, oké, dan gaan we gelijk op. En op een moment, ik denk een paar maanden daarna, waren we samen in een partnertraject gegooid zonder dat ik het wist. Hij wist dat wel. En toen zei ik, hoe kan dit nou weer zo fout gaan? Nou, uiteindelijk, misschien kun je de uitkomst raden. Hij werd partner en mij was beloofd volgend jaar. One interviewer told me they hired a woman last year and what in the world would they want with 2 of us? You're angry, good. Use it. Ik voelde me een beetje verbonden af en toe met de beelden, vooral in het begin. Dat zij in de eentje of met een paar tussen al die mannen liep. We hebben natuurlijk heel veel vrouwen op kantoor, maar niet in de partnership. En ik zit dus nu een jaar in die partnership. En ik vind het af en toe wel eenzaam. Dus er zitten hier een aantal dames in de zaal waarvan ik denk, go for it. Ik hoop heel erg dat die groep zich gaat uitbreiden. Want alleen dan gaan wij toch die verandering krijgen die we nodig hebben. En vrouwen moeten elkaar... supporten, dat is inderdaad ook zo. Je moet voor elkaar stemmen, je moet elkaar naar voren schuiven, ja, voor zover dat kan. You're ready for this. You've been ready for this your whole life. We all must take these laws on, one by one. This could topple the whole damn system of discrimination. Wat ik wel denk dat heel belangrijk is, dat je vooral je eigen koers moet varen en al helemaal niet moet luisteren naar mensen op schoolplein waar
heel veel vrouwen toch meestal aangaven, gut, waar ga je niet mee koffie drinken? Dat weet je, iedereen zijn eigen keuze, maar gewoon je eigen keuze en niet sociaal meedoen, vind, althans, dat heb ik nooit gedaan. The word woman does not appear even once in the U.S. Constitution. Nor does the word freedom, Your Honor. Ik vond het ook een hele mooie film, omdat het gaat over een krachtige vrouw die echt ergens voor staat en die heel erg gedreven is daarin. Ja, het raakt mij diep. Het was heel authentiek gefilmd, dus heel herkenbaar. En het is niet overemotioneel. Dit is ook heel goed voor mannen om hier naar te kijken, om te laten zien dat dit onrecht is en dat het niet de juiste manier is om met elkaar om te gaan en dat we gelijk zijn. Dus ik moedig ook heel erg mannen aan om hier naartoe te komen. En het raakt iedereen. Ik denk dat het iedereen, man of vrouw, ongeacht welke leeftijd, deze film is een must-see. Je moet echt gaan. On the Basis of Sex. Nu in de bioscoop.